Goedemiddag allemaal. Ik sta hier vandaag omdat, zoals u weet, de minister-president in Sochi is voor de opening van de Winterspelen. We hopen allemaal op vrolijke en veilige en voor de Nederlandse sport succesvolle Spelen. Intussen heeft de minister-president en marge van alle gebeurtenissen daar ook met Poetin gesproken en daar een scala van onderwerpen besproken, waaronder de mensenrechten en in het bijzonder de situatie van homo's in Rusland. De verklaring daarover heeft u als het goed is ontvangen. We hebben in de ministerraad natuurlijk ook stilgestaan bij de politieke actualiteit en het debat aanstaande dinsdag met collega's Plasterk en Hennis. Zij zijn bezig de vragen die de Kamer heeft gesteld, meer dan 80 vragen, zorgvuldig te beantwoorden en zullen dat vervolgens aan de Kamer laten weten. En we hebben dat gesprek in een hele open, collegiale sfeer gevoerd. En we zullen de wens van de Kamer om niet tussentijds daarover de vraag te gaan beantwoorden respecteren. U krijgt die vraag als geheel beantwoord nadat de Kamer dat heeft gekregen op maandag. We hebben ook teruggeblikt op het debat over de bijstandswet, de nieuwe bijstandswet. Gisteren uitgebreid debat. Dat is goed gelopen. Eindigde in brede steun voor de veranderingen die daar worden doorgevoerd. Die leiden tot een stevig sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Maar ook activerende werking van die bijstandswet, zodat mensen snel weer aan de slag kunnen. En dat past in de hervormingsagenda van het kabinet. Komende week ligt de jeugdwet voor behandeling in de Eerste Kamer. De wet werk en zekerheid, de verandering op de arbeidsmarkt in de Tweede Kamer. En de week daarna hopen we de participatiewet te behandelen. Zo gaan we gestaag door met het doorvoeren van de veranderingen die nodig zijn. En tenslotte hebben we vandaag de Kamer laten weten dat we voor Aldel in Groningen middelen beschikbaar hebben gesteld om de mensen die daar helaas ontslagen zijn te begeleiden naar nieuw werk, om te scholen, op te leiden en op die manier een nieuw perspectief te bieden. Samen met de provincie en de gemeente trekken we daar 2,5 miljoen euro voor uit.